staan hier voor het huis van Bart. En wij zijn hier vandaag bij Alet. Die zich vanavond voorbereidt voor het gala. Laten we kijken hoe hij dat doet. Hallo. Hallo, welkom in mijn huis. U bent de vader van Bart? Ja, klopt. Ik ben Marja, de moeder van Bart. Hoe voelt het nou dat uw kleine zoon zo groot is geworden? Ja, nou wel speciaal vind ik. Ja, ik hoop heel erg dat hij geslaagd is. Dan gaan we een heel groot feestje geven. En ja, ik vind het wel een speciaal moment. Wat verwacht u voor Bart eigenlijk in de toekomst? Ik hoop dat hij een leuke studie kan vinden waar hij naar zijn zin krijgt. Heb jij al de gala-kriebels? Ik ben niet echt zenuwachtig of zo. En ik vind het niet heel bijzonder. Ik ben wel benieuwd hoe het is, maar... Geen gala-kriebels, sorry. Nou, ik denk dat hij een leuke avond krijgt. Dat weet hij zelf nog niet, of dat denkt hij zelf nog niet zo over. Maar volgens mij wordt het gewoon wel gezellig. Heb je nog een date? Ik ga wel met heel veel vrouwen, geloof ik, en één jongen. Dus je gaat met allemaal vrouwen dus op de rode afspreken en... En één jongen. En een jongen. Jij bent de enige jongen. Nee. Er zijn twee jongens. Ik en nog een andere jongen. Dus twee jongens en allemaal vrouwen. Ja. Dat klinkt als een spannende avond. Ja, toch? Ik woon hier vanaf mijn geboorte. Eerst met papa en mama en... Nu met papa en die heeft het helemaal verbouwd. Over een paar minuten komen al mijn vrienden en vriendinnen met ouders. Dan gaan we even gezellig kletsen. En om 6:30 komt de hummer. En dan gaan we met z'n allen foto's maken bij de hummer. En dan gaan we naar het gala. Hier zie je een mooie bowtie. Met een mooie hipsterprint. En dat matcht een beetje precies bij zijn hipsterbroek. Wow. Voor wie staat u hier vanavond? Voor mijn zoon. En hoe voelt dat nou, dat uw zoon eigenlijk een diploma heeft en hierna gewoon volwassen? Dat hij diploma heeft? Nou, dat is wel heel geweldig natuurlijk. Heel speciaal. Hebben jullie er zin in vanavond? Ja, zeker. Ja? Wat verwachten jullie van vanavond? Ik heb geen idee. Ik heb gewoon feest, maar ja, ik zie wel. Hoe voelt het nu om hier te lopen? Ja, geweldig hè. Eindelijk klaar met eindexamens. Dus ja. En voor jou, hoe voelt het? Ja, super vet. Ik kan niet wachten op de uitslag. Ik denk dat het een mooi feest wordt. Sowieso. Spannend. Hebben jullie een beetje zin in vanavond? Jawel. Het is een beetje nieuw voor mij, want ik ben meestal niet zo netjes gekleed. Vragen, Alet. Ja. Hoe was het net in de hummer? Ja, het was echt super gezellig. En nu zijn we er. Eindelijk. We zijn volgedrongen. Niemand weet dat. Hey, nou sta je hier eindelijk. Hi. Hoe is dat nou? Ja, goed. Ja. Ja. Hoe ging het? Hoe zijn jullie hier gekomen? We zijn eerst helemaal naar Noah gereden en toen hebben we met de limo zijn we hierheen gereden. En hoe voelt het nou om hier te lopen? Ja, het is wel grappig dat iedereen zo gaat klappen. En hoe is het hier? Ja, het is hier echt super gezellig. Al mijn vrienden staan binnen te dansen. Echt heel leuk.